De maatschappij verandert, de zorg wordt steeds complexer en daarnaast willen mensen ook steeds meer eigen regie nemen en eigen verantwoordelijkheid nemen voor hun gezondheid. Dit vraagt een andere rol van zowel professionals als inwoners van de wijk Lent. Binnen het project hebben we een aantal activiteiten ontwikkeld waarin de mensen op een andere manier met elkaar hebben samengewerkt dan op de traditionele manier. Inzicht gekregen in hoe de samenwerking verloopt en wat nou ook werkt om daadwerkelijk effectieve producten ook op te leveren. En we hebben activiteiten ontwikkeld die relevant zijn voor de oudere inwoners van Lent. De oplossing die wij gecreëerd hebben, die werkt met name omdat je mensen ook de regie geeft. Dat betekent dat je je deuren open moet zetten, verder moet gaan kijken en gaan onderzoeken naar andere mogelijkheden van zorg. Ja, ik vind het toch wel heel interessant om te zien wat voor verschillende inbrengen en gedachten een andere discipline heeft. Mensen kunnen ook zien, ja, je kan van alles hebben, maar toch kun je op een bepaalde manier actief zijn en je talenten die je nog hebt niet weg te stoppen, maar te gebruiken. Hoe benut je nou elkaars kennis en kunde, zonder diegene te zien als een patiënt of een cliënt, maar daadwerkelijk als gelijkwaardige samenwerkingspartner? Uit boeken kun je heel veel leren, maar uit praktijkervaring kun je nog meer leren. Wat ik heb bijgedragen aan het project is dat ik eigenlijk de nieuwste kennis en theorieën binnen de opleiding leer en dat heb ik ook toe kunnen passen in de praktijk. Als fysiotherapeut kom je echt buiten je praktijk. En ben ik vooral in een heel groot netwerk terechtgekomen. Met name het proces is ontzettend interessant. Je hebt met veel verschillende perspectieven en veel verschillende mensen en meningen te maken. Alleen ben je sneller, maar samen kom je verder. Het project is nu wel echt gedragen door alle personen voor wie het van belang is. Ik denk dat dit project ook een bijdrage kan leveren omdat we inzicht hebben gegeven in hoe werk je nou met elkaar samen en wat is daarvoor belangrijk. Dat het ook benut kan worden in andere wijken, in Nijmegen, maar ook zeker daarbuiten. Ja, ik zou op zich nu nog zelfs wel willen blijven, ook gewoon om te zien zeg maar, hoe het verder gaat. Zeg maar. Mensen komen al eerder bijvoorbeeld naar de fysiotherapeut. Van wat kan ik dan het beste doen om niet ziek te worden? Hoe ga je met je leven verder om? En wat kun je nog meer? Gebruik maken van de mogelijkheden die er zijn. De hand kan tijdens een project heel goed faciliteren en inspireren. Omdat de professionals hun dagelijkse praktijk zit heel erg vol. Het is heel erg moeilijk om vanuit die dagelijkse gang van zaken daar overstijgend naar te kijken en te bedenken wat heb ik nou nodig om die veranderende professional te zijn. En dat is nodig in de zorg van de toekomst.